En dan komen we over de middellijn. Een professionele pianist zie je niet snel buiten zijn concertzaal, behalve tijdens Sopra La Musica. Het festival verbindt klassieke muziek met andere disciplines, zoals mode en literatuur. Dit jaar gaat Sopra La Musica te paard. Samen met manege Woutershof is er een hele choreografie uitgewerkt. Ik ga mijn leven wagen. Ik ga mij in het midden van de manege zetten, tussen de paarden. Daar ga ik dus live muziek spelen, terwijl de paarden dus zich afstemmen, bij wijze van spreken, op wat ik doe, wat ik speel. En tegelijkertijd zal ik mijzelf ook moeten aanpassen aan hun. We hebben gekozen voor absoluut de klassieke muziek. De grote Liszt-sonate komt aan bod, een van de werken die voor elke pianist een uitdaging vormen. Dan is er ook muziek van Chopin, er is muziek van Johannes Strauss, de muziek die bijvoorbeeld tijdens het nieuwjaarsconcert aan bod komen, waarbij de Lipizaner paarden op dansen of op rijden. Dus die muziek hebben we allemaal uitgekozen om dan nu de manege paarden en de ruiters van manege Woutershof uit te dagen. Door blijven rijden, kleiner, kom aan, sneller! Dat is een origineel concept, dus het is iets anders voor de meisjes. Zij zijn meestal gewoon hun lessen te rijden en nu hadden ze een doel om naartoe te werken. Dus dat was wel een leuk initiatief. Maak allemaal de overgang naar de draf, blijven doorzitten. Ja. Jolien en Riet hebben al hard geoefend, maar er zijn toch nog enkele werkpuntjes. De cirkel in het midden is toch wel het moeilijkste. Ik denk dat we nog moeten oefenen op de volte in het midden. Maar wat vinden de meisjes eigenlijk van klassieke muziek? Soms een beetje saai, maar het is wel fijn. Toch onderop te rijden. Maar klassieke muziek zegt me niet zoveel, maar dit nummer vind ik wel leuk. Af en luister, kijken, doorrijden. Bijrijden, eerste 3 naar links, laatste 3 naar rechts. Bij een paardenshow horen ook hoeden. Je kan er eentje maken tijdens de hoedenworkshop op zaterdagnamiddag. En ook stuntruiters The Thunder Guys uit Neerpelt brengen een spannende show. Kom nu zondag met of zonder hoed naar manege Woutershof. De meisjes kijken er nu al naar uit. Ik heb heel veel zin in. Ja, ik ben toch wel heel zenuwachtig.